happy Vlogmas Day 23, guys. Vandaag ga ik familie weer vloggen. Ik sta nu in het bushokje, kijk maar. En ja, ik ben aan het wachten op mijn bus. Die komt over 7 minuten. Die ga ik nemen. En dan ga ik gewoon weer naar stage tot 5 uur. Morgen moet ik naar de tandarts. En daarna ga ik naar Amsterdam voor kerst shoppen. En ik heb gisteren heel snel alle vlogs geëdit en geüpload. Dus er staan nu in totaal 3 nieuwe vlogs online. De vlog van vrijdag, zaterdag en zondag. En ondertussen zijn we hier aan het alle vuilnis aan het ophalen. Dus dat is wel chill. En ja, even wachten. En dan ik neem jullie weer mee. Zo. En ik neem jullie weer mee in mijn dag. Dus veel plezier, kijkjes hier. Het is goed gekomen van Primark, mijn broeken van New Yorker. Mijn sjaal komt van de Cool Cat. Dit douche komt van Primark. Mijn sweater komt van de Forever 21. En mijn leren jasje komt van de Primark. En deze tas komt van 94. En ik sta in mijn badkamer. Ik ga heel even in bad. En dat ga ik weer met de lekkere douchegel. Van Kruidvat. Deze. Ga ik met vanille en honing lekker in bad. En morgen ga ik kerst shoppen. In Amsterdam met Karma. Carmen, Nissa, Shema, Sylvana, Kiara en Ilona. Dus dat wordt super leuk. Dit was trouwens wat ik aan had vandaag. Deze Forever 21 trui. Mijn broek komt van New Yorker. En mijn shoes komen van de Primark. Dus ik ga lekker in bad. En straks ga ik de Q&A editen. Die ik met Jamira heb opgenomen. En de vlog van gisteren en van vandaag ga ik editen. Dus go me. Gisteren heb ik trouwens 3 vlogs geüpload. Dus score. Dus ik ga lekker bad vullen en dan zie ik dit. Dit heb ik nog gehad voor kerst van mijn stage. 2 giftcards van Pathé. En ik heb ook nog een hele grote bak popcorn gehad met iets naar beneden. En een kerstkaart. Dus van deze 2 biosbonnen ga ik lekker gebruik van maken. Omdat ik ook nog naar Bombini Holland wilde. Met Jan Dino. En deze zijn 4 jaar geldig. Dus misschien bewaar ik deze. Bewaar ik voor misschien als ik er zin heb om naar de bios te gaan. Dus ja. Ik ga dus nu de vlog editen. En dan ga ik, ja. Dus ik ga nu de vlog editen en ik kwam er dus achter dat de video van gisteren, ja, de vlog van gisteren, dat ik zeg maar cupcakes, of cupcakes, maandag, dus gisteren dus, dat die maar 2 minuten of 3 minuten was. Dus ik heb daar die kookvideo achter geplakt, die ik met Pepper heb opgenomen. Dus die kunnen jullie erachter verwachten. Morgen, dus vandaag voor jullie, staat de Q&A online. Dus dat is super top. En ja, ik ga dus nu lekker alle beelden importeren en dat soort dingetjes doen. Ik moet dus 3 video's editen. Gisteren is dat me gelukt om binnen een uur allemaal te editen. Het is nu 10:30 en ik wil er uiterlijk 12 uur mee klaar zijn. Want morgen moet ik weer vroeg op. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat ik gewoon lekker ga editen nu. Dus ja, dat ga ik doen. En dan ben je aan het editen en dan kom je erachter dat je het begin niet meer hebt. Dus het begint vanaf, even kijken, van dat ik vertel over dat Jamira een heel mooi achtergrondje heeft. Oké, Jamira heeft een heel leuk achtergrondje. Oké, heel interessant. Maar ik ga even kijken of het op mijn camera staat. En anders is het een Q&A van 31 minuten. Nou guys, ik heb het beginstuk gevonden. Maar kijk, dit is dan ver. Boom. En dan komt dit. Kijk. Het laatste begin van
En dan zie je weer. Kijk eens op. Oké. Maar nee, maar ik heb het beeld weer gevonden. Dus ik kan deze. Kan ik op gaan slaan. High definition. En doe ik hem gewoon. Dan doe ik het gewoon Q&A ietsje meer. Dus hij is hem nu aan het opslaan. Dus ik ga deze heel even afediten. Of de vlogs editen. En dan kunnen ze online. Het is nu 11 uur. Ik denk dat ik 12 uur klaar ben. Hoop ik dus. Ik zeg bij deze welterusten. En ik zie jullie morgen weer. Tot morgen guys. Doei doei.